Ook weer net zo makkelijk verdwenen en zo. Why? I don't know. Ja, dat is wel iets om trots op te zijn, denk ik. Ik ben gaan lomp, maar dat is wat anders. Ik deed in het weekend de Weekend Special, ook een zeer creatieve naam. Dat was eigenlijk een beetje een samenvoegsel van rare dingen. Van het zij een live concert was het, of het waren toch wel wat, ja, niet de gewone clipjes eigenlijk, toch wel iets bijzonders. En de clipparade hebben we ook meteen vanaf het eerste moment gedaan. En dat werd later de top 40. En wat dat betreft heb ik altijd wel me meer bezig gehouden met de hitparade. Met de populairste liedjes. Dat vond ik altijd wel het leukste om te doen. En zoals iedere week op zaterdag aan het einde van de clipparade top 30... komen de mannen met de witte jassen zo dadelijk. En het busje gaat dan zo weg met mij erin. In het wangbuikje, je kent het wel op zo'n manier. Want daar komt het natuurlijk vandaan, dat hele verhaal. Van 9 naar nummer 8 omhoog deze week. Montel Jordan en This Is How We Do It in de clipparade top 30 hier op de Music Factory. En ik heb het al eerder gezegd, ze zijn hier in de studio. La Bouche, hier staan ze met z'n tweeën. Lane en Melanie. Melanie en Lane, hello. How are you? Good, and you? Yeah, well, I'm very fine. Thank you very much. Your video clip and your record is still climbing in the charts here in Holland. Must please you, I think. Yeah, absolutely. Ik heb altijd geprobeerd om de top 40 op TMF, want het is natuurlijk een pure muziekzender, een clipzender. Ik heb altijd geprobeerd om de top 40 neer te zetten. Bijna hetzelfde als het radioprogramma. Ook altijd iedere vrijdagmiddag wordt neergezet. De clipjes zijn het belangrijkste, de noteringen. Mensen willen toch weten van wat is de populairste plaat. En langzaam maar zeker bouw je daar naartoe. Hallo en welkom bij de top 40. De 40 populairste platen van Nederland weer in de juiste volgorde samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. En dat gebeurt meer dan 30 jaar objectief en betrouwbaar. Vandaag hebben we een beetje een speciale top 40 hier op de Music Factory. Want je ziet dat ik niet alleen ben. Hallo, 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 hallo. Nou. Dit zijn leerlingen van klas V6E van de Nijmeegse scholengemeenschap. En zij, maar ook hun andere medeleerlingen die nu nog eventjes in de burelen van de Music Factory rondstruinen. Die zullen met mij samen vandaag de top 40 presenteren. En dat is allemaal in het kader van de Tune Into Kids Dag van UNICEF. Maar ik wilde ook niet klakkeloos doorgeefluik zijn van en dit is nummer 29 en hier is nummer 28. Wel altijd geprobeerd om af en toe een beetje de wereld een klein spiegeltje voorhouden. Dus enig cynisme is mij sowieso niet vreemd. En in die top 40 kon ik daar aardig wat van kwijt. Dus dat resulteerde ook soms wel eens in bonje met een artiest die erin stond. Met name Nederlandse artiesten die zich dan met iets te lange tenen wat beledigd voelden. Grappig met Jody Benal, stond wekenlang op nummer 1, had eigenlijk niks te klagen, populairste plaat. Ik geloof dat hij al 26 weken in de top 40 heeft gestaan. Maar goed, iedere week hadden we wel iets over hem te zeuren of een opmerking over hem te maken. En op een gegeven moment begon dat inderdaad een beetje uit de klauw te lopen. Hij kreeg er ook last van tijdens optredens. En dat resulteerde dat ik hem uiteindelijk maar zendtijd in de top 40 heb aangeboden om het een beetje goed te maken. Hij heeft mij in de hitkrant nog een keer uitgemaakt voor een dood lijk. Nou, dat zegt alles over het niveau natuurlijk. Maar hij had eigenlijk heel erg dankbaar moeten zijn, want ik zat in de jury van het talentenjachtprogramma waar hij niet ontdekt is op RTL. En Fabienne die presenteerde dat programma, die was net weggegaan bij het TMF. En Jody Benal die maakte een hele goede kans, werd uiteindelijk nummer 2. En op nummer 1 Judith. En die zijn allebei toch wel vet op nummer 1 van de top 40 geweest. Dus Jody had een beetje een kort geheugen. Maar ja, als je zegt dood lijkt, dan heb je sowieso natuurlijk, ja. Ah nee, dan begin ik weer, het is flauw. Wat me het meest is bijgebleven was een interview hier met Mariah Carey. En die kwam dan met een hele hofhouding van ongeveer 20 mensen die ervoor moesten zorgen dat haar haren goed zaten, dat ze op de juiste wijze de camera inkeken en ook opletten dat ze maar vanaf één kant mocht ze in beeld. Want ik denk dat Spukkeltjes had aan de andere kant, zo'n beetje zo'n Julio Iglesias verhaal. En die was niet aardig, die was niet sympathiek. Die wilde het eigenlijk allemaal zo snel mogelijk voor elkaar. Maar ze kwam op het begin al 2 uur te laat. Want ze hadden met de limousine, ze was in slaap gevallen. Toen hadden ze maar 2 uur rondjes gereden hier in de buurt. Om La Carrie maar vooral niet wakker te maken. Dus dat was een beetje chagrijnig. En toen deden we een interview. Maar we zouden eerst de live uitzending doen met de dagtop 5. Maar er zaten ook clipjes in van andere artiesten. En ik zal echt dood donderstralen als ze niet op een gegeven moment zegt van, when are we going to talk about me? I am here with you so that I can say thank you to my fans in Holland. And, you know, hopefully they're watching the show. And thanks, guys. I'm sure they're watching the show. And I'm sure they're a fan of yours. Didn't know what to expect. I was in the car sleeping on my way here. So I just woke up. So don't. Even with the bumpy Dutch roads, was it possible to sleep? I was so tired that I couldn't help it. I just kind of fell asleep. And then I got here and I was sort of like shocked. And then they're like,
6 minutes to live. 5 minutes for, and I walked in, and here I was. So I thought it was an April Fool's joke as well. Anyway, if you wake up like that every morning, then it's good news, don't you think? Ik denk dat Nederland wel klaar was voor TMF. Het vulde duidelijk een behoefte in die er was. Je had wel MTV, maar dat was toch voornamelijk vanuit Engeland werd dat gedicteerd. En had weinig, datgene wat ze in Nederland deden, dat stelde niet zoveel voor. En was toch wel een beetje erg voor een klein groepje mensen. En TMF was gewoon plat, ging voor de hits en klaar. En dat sprak iedereen aan. Ja, op een gegeven moment had je ook de periode met de Gabber en dat soort dingen. Nou, ik denk dat mede door TMF dat zo groot geworden is als een stroming. Ook weer net zo makkelijk verdwenen en zo. Ik denk dat TMF ook een hele belangrijke rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van de dansmuziek in Nederland. Het allereerste wat ik volgens mij ben gaan doen was MPTV. Ik weet niet meer helemaal zeker, maar dat was volgens mij het programma dat voor Toet Fabienne zat. Elke dag van 3 tot 5. Fabienne zat daarna. Je kijkt naar TMF, de Music Factory. En vandaag in de studio, hij zit hier naast me. Hij komt rechtstreeks van het strand, Jeremy Jackson. Welkom on TMF. Thanks, it's great to be here. How are you doing? Pretty good, how are you? How was your day today? It was okay. I got to perform on the museum boat, sign some autographs at a famous record store. It was really fun. In Amsterdam? Yeah. Zelf vond ik het altijd wel leuk om met artiesten te praten in de studio. Het was voor ons ook een beetje een uitje en toch grote artiesten, want ze kwamen allemaal langs. En toen zei ik een keer tegen onze baas toen, Lex, goh, misschien is het leuk als we daar gewoon een wat langer praatprogramma van maken met die artiesten en doen we er tussendoor wat videoclips. Hij zegt, dat ken ik niet. Ik zeg, hoezo ken dat niet? Hij zegt, nou, je hebt maar één camera. En als je 5 van die artiesten in de studio hebt, dan wordt het helemaal niks, want die camera die moet zoeken en die moet iedereen volgen, dat gaat niet. Ik zeg, nou, zullen wij nog wel eens zien. En toen had Buckshot LaFunk ooit een hit met Another Day. Het was een geweldige plaat. 1 hit hebben die gasten gehad. Het waren fantastische muzikanten. Ik denk, nou, dit is mijn kans, weet je, met deze mannen gaan we diepgaand interview doen. En ze waren met z'n tweeën. Frank McCamp was de zanger en die andere die speelde de toeter. En toen heb ik gezegd van, jongens, is het mogelijk dat we hier naast het gesprek gewoon live ook een optreden doen? En moet je voorstellen, met 1 microfoon en 1 camera. En dat is me wel bijgebleven, want dat was toch wel leuk. Hoe knullig het misschien ook was, technisch gezien, inhoudelijk, was het heel erg leuk. In de studio hebben wij op dit moment Mr. Marcellus en Frank McCamp, de zanger van Buckshot LaFunk. Gentlemen, welcome. You know the story, I played your song on the radio, played every day. Mm. And I just mentioned, well, I have to meet these guys. And here you are. Yeah. Welcome, and let's make some music. That's right. Now? Take the drum, take your voice, and just do it. Hey, can we take her wow, instead? Who's she? We can... Oh, sorry. Ready? You yeah, man. You sing your stupid song? Yeah. Frank has this song called, what's it called? Ooh, Girl, Ooh, Girl. I Want Your Loins? Yeah. Okay. Yeah, that's a good title. Yeah, we'll just call it that. I forgot the beat. Just make one up, man. That's all the same. Okay. This is my tribute to... That's it. There you go. Dance. Is that the camera? Girl, I love you. Go ahead. Ooh, girl, yeah. I love you. I wanna take you to like a shovel in the dirt. I'ma show my chest. I wanna touch your stomach from the inside. You, my favorite garden tool. That's a hoe. Sorry. That's a hoe. It's a song we've been writing, but yeah, man, it's going on the next Buckshot record. Thank you for being here. Thank you. Take care. It's a pleasure, definitely. And now you can catch your plane and go home. Het verschil was zo gek. Je kon jaren op de radio zijn en drive-in shows doen, en toen we een paar maanden met TMF het land in waren, was je ineens beroemd. TMF Extra.
Hallo daar en welkom live en rechtstreeks vanaf de kermis in Tilburg. We waren eerst in Den Bosch en Breda, maar de kermis scheen toch in Tilburg te zijn. We gaan op zoek naar Guus Meeuwis vandaag. En tussentijds zullen we natuurlijk ook wat attracties bezoeken. De meest enge dingen van de kermis. Nou dacht ik van, misschien is het handig om even aan de waarzegger te gaan vragen waar Guus is. En misschien kan je dan ook gelijk even wat over je persoonlijke toekomst te weten komen. Je weet het niet. Ik ga even naar binnen. Ik ben zo terug. Ik tel tot 3. 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Nou, één ding weten we wel. Guus Meeuwis is op de kermis. Dus die gaan we vast vinden vandaag. Verder hebben ze gezegd dat Frans Bauer en Jantje Smit volgend jaar zeker 15 keer een nummer 1 hit halen in de top 40 en waarschijnlijk ook in Amerika gaan doorbreken. En de rest denk niet dat het klopt, want ik zou bij TMF weggaan, ik zou financieel zou ik bankroet gaan en ik zou een relatie beginnen met Patty Bart. En legt u mij eens uit, jullie hebben Limburgse broodjes, hè? Wacht even, maar er staat Limburgse broodjes staat erop. Limonade en broodjes. De afkorting van limonade. De lim staat voor limonade, dank u wel. Limonade en broodjes. Koffiethee. Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein vermindert vaart terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam, om te zien of zij daar staat. Fabienne! Knegedeen, knegedeen.